Beste leden van deze gemeente van Jezus Christus, beste vrienden en belangstellenden, namens de kerkenraad van de Remonstrantse gemeente Rotterdam heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Jetro Zevenbergen. Ik ben voorzitter van de kerkenraad van deze gemeente. Het is onze laatste dienst op vrijdagavond. Op zondag 2 augustus aanstaande hervatten wij onze reguliere kerkdiensten op zondag om 10:30. Deze dienst wordt nog opgenomen en in de loop van dit weekend via YouTube ter beschikking gesteld, zodat ook mensen thuis alsnog kunnen meekijken. Het orgel wordt bespeeld door onze organist Jos van der Kooi. De dienst is voorbereid door onze eigen predikant Dr. Tjaart Barnard. Normaal gesproken zou hij ook vandaag deze dienst hebben geleid, maar hij meldde zich vanmiddag ziek bij mij als voorzitter, met verschijnselen die zouden kunnen wijzen op corona. Wat voor gewone deelnemers geldt, geldt natuurlijk ook voor predikanten. In geval van twijfel kan men echt beter thuis blijven om niemand onnodig in gevaar te brengen. We hebben dan ook in goed onderling overleg besloten dat ik zelf vandaag uw voorganger zal zijn, waarbij ik de orde van dienst zal volgen zoals deze is voorbereid door Dr. Tjaart Barnard. Ik wens ons een gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen.
Ik lees u uit de Bijbel, Psalm 80, de versen 2 en 3, plus 18 tot en met 20. Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven en wij roepen uw naam. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Eeuwige God, daar komen wij samen, in uw huis, zoekende mensen, mensen die allemaal verschillend zijn. We komen hier, ieder met onze eigen vragen. We zoeken naar iets, naar herkenning, naar inspiratie, naar warmte, naar liefde. We komen hier samen, omdat het verhaal, uw verhaal, ons samenbrengt. Al die generaties voor ons zochten u en vonden soms antwoorden. Wisten zich, al was het soms maar even, gedragen. Konden de moeilijkheden van het leven aan. Vonden inspiratie, gaven inspiratie door. Geef het ook ons, om uw verhaal mee op te nemen in ons leven. Om ons erdoor te laten inspireren. Om eruit te leven. Om het ook door te geven. Uw liefde, uw warmte, ze hebben mensen gedragen. Blijf ook ons dragen, door heel ons leven heen. Amen. Ik lees u uit Genesis 37, een flinke tekst. Nu volgt het verhaal over Jacob en zijn familie. Jacob was gaan wonen in het land Kanaan, net als zijn vader. Zijn zoon Jozef was 17 jaar. Hij hielp vaak zijn broers als ze op de schapen en de geiten pasten. Jozef was een zoon van Rachel en zijn broers waren zonen van Jacobs vrouwen Bilha en Zilpa. Als er slechte dingen over de broers gezegd werden, vertelde Jozef dat steeds door aan hun vader. Jozef was geboren toen Jacob al oud was. Daarom hield Jacob meer van hem dan van zijn andere zonen. Hij maakte voor hem een prachtige jas met allerlei mooie kleuren. De broers merkten wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom hadden ze een hekel aan Jozef. Ze praatten nooit met hem.
Op een keer had Jozef gedroomd. Hij vertelde de droom aan zijn broers. Toen kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Want Jozef zei: "Moet je horen wat ik gedroomd heb? We waren op het land aan het werk. We bonden het gemaaide koren bij elkaar in bossen. Opeens ging mijn boskoren rechtop staan. Toen kwamen jullie bossenkoren om mij heen staan en ze maakten een diepe buiging voor mijn boskoren." De broers zeiden tegen Jozef: "Denk jij soms dat je koning wordt, dat je over ons kunt regeren?" Toen hij over die droom vertelde, kregen ze een nog veel grotere hekel aan hem. Later kreeg Jozef weer een droom. Hij vertelde ook die droom aan zijn broers. "Ik droomde dat de zon, de maan en 11 sterren een diepe buiging voor mij maakten." Jozef vertelde die droom ook aan zijn vader. Maar die zei boos: "Wat is dat voor een droom? Je denkt toch niet dat je moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen?" Jozefs broers waren jaloers op hem. Zijn vader dacht nog vaak aan die dromen. Op een keer waren de broers van Jozef met de schapen en de geiten naar de stad Sichem gegaan. Toen zei Jacob tegen Jozef: "Je broers zijn met de kudde naar Sichem. Ga eens naar hen toe en vraag hoe het met hen gaat. Kijk of het ook goed gaat met de dieren en kom dat dan aan mij vertellen." Jozef zei: "Dat is goed." Jozef ging vanuit het dal bij Hebron naar Sichem. Daar kwam hij in het veld een man tegen die vroeg: "Wie zoek je?" "Ik zoek mijn broers," zei Jozef. "Hebt u ze misschien gezien ergens met hun kudde?" De man zei: "Ze zijn hier alweer weg. Ze zeiden dat ze naar de stad Dothan gingen." Toen ging Jozef ook naar Dothan en daar vond hij zijn broers. De broers zagen Jozef al in de verte aankomen. Voordat hij bij hen was, bedachten ze een plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: "Kijk, daar heb je die dromer. Kom, laten we hem vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we dat hij opgegeten is door een roofdier. Dan zullen we wel eens zien of zijn dromen uitkomen." Toen Ruben dat hoorde, zei hij: "Nee, laten we hem niet doodslaan. Een moord is niet nodig. Gooi hem in een van de putten hier in de woestijn, maar vermoord hem niet." Ruben was van plan om Jozef te redden en om hem terug te brengen naar zijn vader. Toen Jozef bij zijn broers kwam, grepen ze hem vast. Ze trokken zijn mooie gekleurde jas uit en ze gooiden hem in een put. Het was een waterput, maar er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen de broers een groep mannen aankomen. Het waren handelaars. Ze kwamen uit Gilead en ze waren op weg naar Egypte. Ze hadden kamelen bij zich met dure kruiden en geurige olie. Toen zei Juda tegen zijn broers: "We kunnen Jozef wel vermoorden en alle sporen laten verdwijnen, maar wat hebben we daaraan? We kunnen hem beter verkopen aan die handelaars. Dan hoeven we hem niet te doden. Het is toch onze eigen broer." De broers waren het met Juda eens. En toen de handelaars met de kamelen voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put. Ze verkochten hem voor 20 zilverstukken.
De handelaars namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben later weer bij de put kwam, zag hij dat Jozef er niet meer was. Van verdriet scheurde hij zijn kleren. Hij liep naar zijn broers en riep: "De jongen is weg, wat nu? Wat moet ik doen?" De broers pakten Jozefs gekleurde jas. Ze slachten een bokje en haalden de jas door het bloed van het bokje. Daarna brachten ze de jas naar hun vader. Ze zeiden: "Kijk eens wat we gevonden hebben. Is dit niet de jas van Jozef?" Jacob keek goed en riep toen: "Ja, het is de jas van Jozef. Hij is vast en zeker opgegeten door een roofdier. Hij is dood. Jozef is dood." Van verdriet scheurde Jacob zijn kleren. Hij deed rouwkleren aan en hij rouwde om zijn zoon dagenlang. Al zijn zonen en dochters probeerden hem te troosten, maar Jacob wilde niet getroost worden. Hij zei: "Ik blijf verdrietig, totdat ik Jozef terugzie in het land van de dood." Zoveel verdriet had Jacob om zijn zoon. De handelaars brachten Jozef naar Egypte. Daar verkochten ze hem aan Potifar. Die had de leiding over de lijfwacht van de farao. Ik lees u uit Genesis hoofdstuk 39, de versen 1 tot en met 20. Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had de leiding over de lijfwacht van de farao. De Heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar werken. Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp, want alles wat Jozef deed, ging goed. Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn bezittingen. Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar in zijn huis en op het land. Daar zorgde de Heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. Potifar liet alles aan Jozef over. Hij bepaalde zelf alleen nog maar wat hij elke dag wilde eten. Verder hoefde hij nergens meer aan te denken. Jozef was heel knap en hij zag er goed uit. De vrouw van Potifar wilde met Jozef naar bed. Ze zei: "Kom bij me liggen." Maar Jozef wilde niet. Hij zei tegen haar: "Mijn meester bemoeit zich hier in huis nergens mee. Hij laat mij overal voor zorgen. Er is hier niemand die zo belangrijk is als ik. Alles heeft mijn meester mij gegeven, behalve u, want u bent zijn vrouw. Wat u vraagt, kan ik niet doen, want dan zou ik iets doen wat God verschrikkelijk vindt."
Elke dag vroeg ze weer of Jozef met haar naar bed wilde, maar hij deed het niet. Op een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder niemand. Toen pakte de vrouw van Potifar Jozef bij zijn kleren en zei: "Kom hier, kom bij me liggen." Maar Jozef rukte zich los en vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef achter bij de vrouw van Potifar. De vrouw zag dat Jozef zijn jas had laten liggen en ze begreep dat hij gevlucht was. Ze riep haar dienaren en zei: "Mijn man heeft die Hebreeër in huis gehaald en kijk nou hoe die ons beledigt. Hij kwam bij me en wilde met me naar bed, maar ik begon hard te roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten." Ze liet de jas van Jozef naast zich liggen, totdat haar man thuis kwam. Toen vertelde ze hem hetzelfde verhaal: "Die Hebreeuwse slaaf van je is bij mij geweest. Hij heeft me beledigd, hij wilde met me naar bed. Maar ik begon hard te roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten." Toen Potifar het verhaal van zijn vrouw hoorde, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en naar de gevangenis van de farao brengen. Zoals u zult begrijpen, beste mensen, zijn er heel veel verschillende manieren waarop je een tekst, en dus ook een Bijbeltekst, kunt benaderen. De meest klassieke is je af te vragen wat de oorspronkelijke schrijver voor zijn oorspronkelijke lezers bedoeld heeft. Daar kom je natuurlijk nooit helemaal uit. Het is tenslotte heel lang geleden geschreven, in een context die je niet kent, maar het is toch de moeite waard. Het suggereert tenminste een zekere objectiviteit. Al zul je die nooit halen. Een compleet andere benadering is je eigenlijk alleen af te vragen wat die tekst jou, op het moment waarop je nu staat, in je eigen context, wat die tekst jou nu doet. Misschien is dat wel wat we in alle eerlijkheid het meeste doen. Teksten die maar een beetje ingewikkeld zijn, komen dan gauw op afstand te staan. We hebben bijvoorbeeld geen enkele zin om eens na te denken wat Paulus nu echt zegt. We vinden het een zwaarmaker en we geloven het wel. En ook als we een tekst horen als oog om oog en tand om tand, valt vooral de gruwelijkheid op en leggen we de woorden terzijde. Al beseffen we dan niet dat deze woorden, toen ze geschreven waren, vooral een matiging van de wraak waren. Dus al een hele stap naar een wat aardiger samenleving brachten. Een benadering die vooral in maatschappelijk onderdrukte groepen gekozen is, laten we zeggen in allerlei vormen van bevrijdingstheologie, is een lezing met een zekere achterdocht. Wat staat er nu echt? Of, als dit er staat, dan moet dat toch wel iets betekenen. Bevrijdingstheologie gaat op een benadering
vanuit het perspectief van een achtergestelde maatschappelijke groep. Bijvoorbeeld de armen in Latijns-Amerika, maar dichterbij ook armen in het algemeen. Het kan ook om concrete groepen gaan, als vrouwen of homo's. Al deze groepen staan niet vanzelfsprekend centraal in de Bijbelverhalen, daar die toch vaak door de overheersende groepen geschreven zijn. Wie echter soms wat dieper kijkt, zou een achtergrond kunnen veronderstellen die wel degelijk ruimte geeft. Wanneer in de lofliederen van Maria en Zacharias scherpe dingen wordt gezegd over de heersers, mag je veronderstellen dat de schrijver geloofde dat de God van Israël een steun en een toevlucht wil zijn voor de armen. Wanneer kerken het ambt niet willen openstellen voor vrouwen, is het opvallend dat in de brieven in het Nieuwe Testament wel degelijk vrouwelijke diakenen voorkomen. In ouderwetse vertalingen werden die vaak als dienaressen wegvertaald, maar dat klopt gewoonweg niet. Als Paulus moppert dat vrouwen moeten zwijgen in het midden van de gemeente, heeft dat natuurlijk alleen maar zin als vrouwen in die tijd wel degelijk het woord konden voeren. Als in Genesis 38 Tamar de hoer speelt en zo Juda wijst op zijn plichten, leest u het verhaal vanavond nog eens na, laat het zien dat de schrijver wel degelijk voor de rechten van vrouwen opkwam. Op een aantal plaatsen in de Bijbel worden hele onaardige dingen over homoseksualiteit gezegd. Je kunt je afvragen of daar hetzelfde mee bedoeld wordt als de relaties waar wij naar kijken. Maar toch, echt leuk is het niet. Tegelijkertijd vind je wel op verschillende plaatsen dingen die voor mensen met misschien een dirty mind iets te denken geven. Wat betekent het wanneer David rouwt om de dood van Jonathan en zegt dat zijn liefde voor Jonathan wonderbaarlijker was dan zijn liefde voor vrouwen? Wat betekent het wanneer Rut zegt aan haar schoonmoeder Naomi vast te willen houden, als ze dat doet met dezelfde woorden die in het scheppingsverhaal worden gebruikt over hoe man en vrouw elkaar zullen vasthouden en daarom hun ouders zullen verlaten? Een prachtige plaats is natuurlijk ook het Johannesevangelie, waar wordt gesproken over de discipel die Jezus lief had. Misschien jammer voor Maria Magdalena, die ook wel eens een mooie relatie met Jezus toegeschreven krijgt, maar het geeft toch te denken. Grappig is hoe dit soort zaken soms ineens duidelijk kan worden. Je kunt verhalen al bijna 50 jaar horen, zoals in mijn geval, en dan opeens kan er een kwartje vallen, doordat iemand de nadruk legt op een klein detail dat je niet eerder was opgevallen. Ik had die ervaring toen ik recentelijk een leuke verhalenbundel las van Rudolf Geel. Geheel terzijde komt hij opeens te spreken over Jozef en zijn broers, waarbij hij die broers neerzet als de eerste potenrammers. En laat ik eerlijk zijn, toen vielen er puzzelstukjes bij mij op zijn plaats, of liever gezegd, de schellen van de ogen. 1. Jozef, die zich heel anders voelt dan zijn broers. 2. Jozef, die een prachtige, veelvervige rok, een mooi gekleurd gewaad krijgt van zijn vader. 3. Zijn vader, die extra beschermend is naar Jozef. Wellicht omdat hij begrijpt dat hij anders is. 4. Jozef als mooie jongen en als huisknecht van Potifar, die wel heel veel vertrouwen in hem heeft. En 5. Jozef die verleid wordt door de vrouw van Potifar, maar daar niet op ingaat. Hij kan natuurlijk heel netjes geweest zijn, maar een andere verklaring is ook niet uitgesloten. Het verklaart misschien ook wel waarom mevrouw Potifar van hem afwou.
Grappig is dus dat zo'n kleine suggestie direct de vraag oproept: hoe zit het nu? En leidt dat nu tot een heel andere betekenis van het verhaal? Vandaar dat ik vandaag eens wat dieper wil duiken in het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef is een van de eerste die ik uitgebreid te horen kreeg op zondagsschool en op de christelijke lagere school. Het was de held bij uitstek uit het Oude Testament, een beetje een vreemde jongen. Over een paard getild door zijn vader, gepest door zijn broers. Een dromer die maar gekke dingen droomde. Over hoe zijn ouders en zijn broers zich voor hem zouden neerbuigen. Iemand met voorliefde voor gekke kleren. De veelvervige rok, het gewaad met de mooie kleurtjes. De jonge broer die door de oudere broers niet serieus werd genomen. De jongen die minder ruw was. Eigenlijk ook een vervelende vent. Klikken over zijn oudere broers bij zijn vader. Wat moet je daarmee? Als hij op weg gaat naar zijn broers, wordt hij op een gekke manier aangeduid. Er wordt het Hebreeuwse woord voor jongen gebruikt. En dat terwijl hij al 17 is. Ruim volwassen naar de Joodse wet. Dit viel de oude Joodse schrijvers op. De Midrash schrijft over hem als een jongen die zijn ogen kleurt, zijn haar krult en op hoge hakken loopt. We hoorden hoe de broers het helemaal gehad hadden met deze jongen. Hij sloot duidelijk niet bij ze aan en ze willen van hem af. Het lijkt zomaar een gevalletje poten rammen. Moord en doodslag was het minste. Ze wilden van hun broer af en leerden hem in elk geval een lesje. In de put met die jongen. Later won de handelsgeest het. Beter verkopen, dan hadden ze er nog wat aan. Zo gezegd, zo gedaan. Jozef op weg naar Egypte. In Egypte, u kent het verhaal, ging het hem goed. Hoog geklommen in het huis van Potifar. Potifar, zo lijkt het, heeft hem voor zichzelf gekocht. Duidelijk wordt verteld dat hij een mooie jongen is. De Talmud vertelt dat Potifar hem voor zichzelf koopt, maar dat God hem beschermt door de aartsengel Gabriel te sturen die Potifar castreert. Het gaat goed met Jozef totdat de vrouw van Potifar een oogje op hem krijgt. Hij wil echter niet wat zij wil en hij belandt in de gevangenis op de beschuldiging dat hij haar wilde verkrachten. Let even op het plaatje op de voorkant van de liturgie. Jozef wordt afgebeeld als iemand die er echt geen zin in heeft. Daar heeft hij weer wat met dromen. De bakker en de schenker, beschuldigd van staatsgevaarlijke zaken. Beiden worden verhoogd, zegt de Hebreeuwse tekst. De schenker kreeg zijn plek terug. De bakker werd verhoogd aan de galg. Maar Jozef zat nog steeds in de put, die gevangenis heette. Toen de farao droomde over die 7 vette en magere jaren, kon hij vrijkomen. Sterker nog, hij werd onderkoning van Egypte. De ouderwetse vorm van krantenjongen tot miljonair. En in die rol mag hij niet alleen Egypte, maar ook zijn familie redden van de hongersnood. Hij kon zelfs zijn broers nog een lesje leren. Eind goed, al goed. Eigenlijk is het best opvallend dat deze bijzondere jongen zo'n grote rol kon krijgen in het verhaal van Israël. Na 3 generaties aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, is hij de belangrijkste van de 4e generatie geworden.
Hij wordt onderkoning in Egypte. Hij redt niet alleen de Egyptenaren van de hongersnood, maar ook de omliggende volkeren, waaronder zijn familie. En dat door iemand die zo nadrukkelijk als anders wordt geschetst. Natuurlijk, we weten niet of Jozef ooit heeft geleefd. Voor deze oorgeschiedenis zijn geen buitenbijbelse bewijzen. En als hij geleefd heeft, zijn de bronnen te weinig om hen nadrukkelijk uit de kast te laten komen. Maar ook als hij niet geleefd heeft en vooral een romanfiguur is van de Bijbelse schrijver, blijft het opvallend dat hij zo'n apart figuur is. Is hij homo of niet? We weten het niet. Maar misschien is het in een tijd waarin vooral door gelovigen binnen het christendom en daarbuiten zo moeilijk wordt gedaan over elke seksuele geaardheid anders dan de voluit heteroseksuele, wel goed om te constateren dat de Bijbelschrijvers geen moeite hebben met iemand die niet zo gemakkelijk in hokjes te delen valt. Sterker nog, het Bijbelse verhaal veronderstelt dat God nadrukkelijk gebruik maakt van deze Jozef. Hij wordt niet alleen ondersteund, hij wordt geïnspireerd en hij krijgt de gave van een ziener, doordat hij dromen kan uitleggen, toch altijd een soort goddelijke gave. Jozef wordt geschetst als een mens, door wiens optreden God reddend optreedt in tijden van hongersnood. Latere christenen herkenden in Jozef de voorafschaduw van Jezus. Jozef redde het volk. Zijn grote opvolger Jezus zou de wereld redden. Jozef werd verkocht. Jezus werd verkocht. Jozef werd als dood achtergelaten en stond op. Dat gold ook voor Jezus. Jozef werd door God gered uit de handen van kwaadwilligen. Jezus werd dat ook op Paasmorgen. En dit alles dus met iemand die niet in gemakkelijke hokjes past, die anders is dan de meeste mensen. Wellicht is dat de boodschap van vandaag. Laat het hokjesdenken eens zitten. Kijk eens wat ruimer. De Bijbelschrijvers deden het al. De Bijbelschrijvers dachten dat God dat ook deed. Nu wij nog. Amen.
Gemeente, ik moet u vertellen dat afgelopen dinsdag is overleden mevrouw Gerarda Teuntje de Bruin. Gerdy is 66 jaar geworden. Ze was lid van onze gemeente. In de jaren 80 heeft zij nog op ons kerkkantoor gewerkt. Later werkte zij als godsdienstlerares op diverse lagere scholen. Een tekst die haar zeer veel zei, was Psalm 51, vers 12. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Mag ik u vragen om op te staan om haar in stilte te gedenken? Eeuwige God, hier zijn wij, allemaal verschillende mensen. U hebt vreemde kostgangers, en ook wij zijn dat. Wie van ons zou zeggen dat hij een normaal mens is? En toch, allemaal horen we bij u. En horen we als gemeente bij elkaar. Geef het ons dat we elkaar vasthouden. Dat wij ons niet laten afleiden door geslacht, leeftijd, kleur of geaardheid. Wij zijn mensen door u geschapen, geroepen om u en elkaar te dienen. Inspireer ons telkens opnieuw om uw handen in deze wereld te zijn. Om te leven niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle andere schepselen die u om ons heen gegeven hebt. Help ons om er voor hen te zijn, om hen te dragen en te ondersteunen. Maak dat wij mensen elkaar dragen als het leven tegenzit, als we ons zorgen maken of bang zijn, als we ziek zijn of de mensen om ons heen, als we onze krachten voelen afnemen, als we rouwen om wie ons ontvallen zijn. Als ons geheugen ons in de steek laat, help ons elkaar vast te houden in het vertrouwen dat u ons daartoe inspireert. En houd ook u ons vast, wanneer wij mensen het laten afweten. U wijst geen mens af. U wilt met ons zijn, door alles heen. In stilte willen we u bidden. We spreken woorden, namen en gedachten uit. We richten ons op u, die ons al gehoord hebt nog voor wij aan het woord kwamen. Wees met ons, o God, als we u bidden in de stilte.
bidden wij dan samen met elkaar de woorden zoals Jezus deze ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde? Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld met haar noden? En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen? De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.